welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe testvideo. Want ik heb onlangs dit PR-pakketje gekregen van Kiko. En het is helemaal blauw, want het is de Blue Me collectie. De Blue Me collectie is dus een nieuwe limited edition collectie van Kiko. Kiko komt altijd uit met limited edition collecties. Af en toe vind ik dat wel jammer, want af en toe hebben ze echt een geweldig product. En dan gaat hij weg. Ze blijven ook nooit lang. Echt 3 maanden of zo. Ik heb ook jaren geleden bij Kiko gewerkt. Vandaar dat ik het weet. Wel heb ik af en toe het gevoel dat ze dezelfde producten in een andere verpakking doen en dan uit te brengen opnieuw in een andere collectie. Dat heb ik vooral met bijvoorbeeld de bronzers en zo. Maar in ieder geval, daar gaat het niet over vandaag. Ik ga dus deze collectie vandaag reviewen. Het is een grote collectie. Ik heb helaas niet alles ontvangen. Kiko stuurt altijd gewoon een paar producten op en ik heb zowel skincare als make-up. Maar ik ga me vandaag vooral richten op de make-up. Niet vooral eigenlijk alleen maar op de make-up. En ik ben heel benieuwd naar de kwaliteit. Kiko heeft altijd best wel goede kwaliteit. Dus ik hoop gewoon dat het vandaag ook weer goed gaat zijn. En de video van vandaag is ook weer gesponsord door Y-Food. Jullie weten, Y-Food, mijn fave shake. Het is nu ook lunchtijd en ik drink deze shakes altijd als lunch. Dit is een maaltijd shake met heel veel vitamine en mineralen. 26 hoge eiwitgehalte, geen toegevoegde suikers, glutenvrij en lactosevrij. Er zitten 500 calorieën in. En jongens, deze shake geeft jou een verzadigd gevoel voor zeker 4 tot 5 uur. Tenminste, dat is mijn ervaring ermee. En het is super duper lekker. Het is geen vieze dieet shake die echt super smerig zijn. Het is gewoon een normale maaltijd shake. En ik vind het zo lekker. Ik heb hier de smaak Classic Choco. Een van mijn fave smaken. En deze ga ik ook gelijk vandaag drinken. Want ik heb nog niks op vandaag. Dus jongens, ik raad deze shakes zeker aan. Als je gewoon op zoek bent naar een snelle, een makkelijke maaltijd. Voor on the go. Of gewoon je hebt geen tijd voor op je werk, voor school of whatever. Echt ideaal. Je bent echt verzadigd. Ik zet beneden een linkje in de beschrijving. Als je het ook wilt bestellen. Je kunt gewoon de smaak bestellen die jij wilt. Of je bestelt de starter kit. En dan heb je gewoon een aantal smaken. En dan kun je die gewoon proberen. En ik heb ook een 10% kortingscode voor jullie. Obviously. En die staat ook beneden in de beschrijving erbij. Dus jongens, jullie weten. Ik rave hier echt al heel lang over. I love them. Dus deze gaat gelijk worden gedronken. Oh, zo lekker. Dit smaakt gewoon letterlijk als een chocolade milkshake. I love it. Oké, nou laten we beginnen met de video. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Ik kan niet stoppen met drinken. Het is echt zo lekker. Ik denk dat ik hem gewoon even snel helemaal opdrink. Oké, nou laten we beginnen. Dit is dus het PR-pakket die ik heb ontvangen. Dit is gewoon echt zo'n blikje. Laten we hem openmaken. En dit zijn dan de producten die ik heb ontvangen. Maar zoals ik al zei, ik ga me vandaag richten op alleen de make-up. Ik heb hier een hele grote exfoliating body scrub. Dit is een scrub voor je lichaam. Ik heb ook een face cleanser en scrub duo. Dit cleanst en scrubt tegelijk. En de laatste skincare is een 2-in-1 face cream mask. En dit is dus gewoon een gezichtsmasker. Alle 3 deze producten ga ik niet gebruiken. Dus hiermee ga ik iemand anders blij maken. Deze 3 gaan in mijn cadeau-la. Hij viel op de grond. En dan blijven deze 4 producten over voor de ogen en voor mijn lippen. En ik ga beginnen met het oogschaduwpaletje. Ik heb hier het Blue Me Maxi Eyeshadow Palette. Dit is hoe de verpakking eruit ziet. Heel mooi rond blauw. En er zitten 12 kleurtjes in met verschillende finishes. Oké, alle verpakkingen zijn echt gewoon allemaal zo fel blauw. En ik vind het paletje er zo grappig uitzien. Het lijkt ook een beetje op een drakenhuid ofzo. Ik vind het zo apart. Hij voelt wel heel licht aan. Kiko verpakkingen zijn altijd super mooi. Dus ik vind altijd dat ze wel echt hun best doen. Alleen qua oogschaduw, als ik er zo naar kijk, weet ik niet echt of dit het beste gaat zijn. Ik ben nooit echt een hele grote fan geweest van hun oogschaduw. En ja, als ik er weer zo naar kijk, denk ik ook niet echt wauwie. Deze 2 kleuren hier zijn heel apart. Even swatchen. Oeh, heel zacht. Oeh, mooi. Oh, ze swatchen ook echt heerlijk. Kijk even hoe mooi. Oké, ik neem denk ik alles terug wat ik net zei. Dit is echt een hele goede swatch. Echt heel mooi. En ik wil hiermee even een lookje gaan maken. Ik vind de kleuren wel heel mooi. Zo bruin, nude kleurtjes en dan met wat blauw erbij. Is echt ideaal voor een everyday look of een glam look. Je kunt er echt van alles mee doen. Dus hier ga ik even een lookje mee creëren. Oké, we zijn ingezoomd. Nou kunnen we alles beter zien. Ik wil een beetje gaan voor een heftig look. Oh, ik heb ook een keer wit aan hoor. Ik heb mijn witte trui vies gemaakt. Kijk even dit.
The girl heeft ook één keer in haar leven wit aan. What the F. Ik wil gaan voor echt een beetje een foxy eyes zo naar buiten. Dus ik ga deze tape plakken van Revolution hier zo. En dan kan ik zo een strakke lijn maken. Ik ga beginnen met de donkerste bruine matte kleur hier. En die gaat zo in de buitenste hoek. Oeh, veel fallout. Kijk even hier gelijk. Oké, daar moet ik een beetje mee opletten. Aangezien ik me al helemaal heb opgemaakt. Ik wil niet allemaal make-up hebben op mijn gezicht. Wel een hele mooie kleur. Oh jongens, er is echt belachelijk veel fallout. Zien we dit? Het is echt heel poederig. Dan pak ik deze iets lichtere nude kleur. En daarmee ga ik een beetje zo over de rand om het meer smooth te maken en beter uit te blenden. En die kleur breng ik ook een beetje zo naar de binnenste hoek. Oké, nou dit ging op zich best wel gewoon goed. De kleur bracht goed aan, goed gepigmenteerd, blendt goed uit. Vooral de blending ging echt heel goed. Dan wil ik ingaan met deze blauwe kleur hier. Die is een beetje apart. Die pak ik gewoon zo met mijn vinger. Deze voelt echt heel zacht aan. En die breng ik gewoon zo aan over mijn ooglid. Oh wauw, kijk even hoe mooi. Dit is echt, echt heel mooi. Oh my gosh. Wauw. Oké, dan pak ik deze meer donkere blauwe glanzende kleur. En die breng ik hier zo ernaast aan. Voor een soort van ombre effect, zeg maar. Oh, deze is ook heel mooi. Dit is een beetje een andere soort finish. Maar wel echt heel mooi ook weer. En dan pak ik deze kleur hier. En die gaat een beetje zo ook op mijn ooglid. Maar een beetje in de binnenste ooghoek zo. En dan weer een beetje zo blenden bij de randen. Dit is echt prachtig. Ik pak weer een beetje van deze lichte matte kleur. En dan ga ik weer een beetje zo over de randen. Om het extra goed uit te blenden. Dan pak ik deze witte glanzende kleur. En die breng ik aan zo in de binnenste ooghoeken. Oké, de meeste fallout was echt bij die bruine matte kleur. En hij is ook een beetje patchy. Zie je dit? Hij is een beetje vlekkerig. Maar ja, oké. Daar valt nou niks meer aan te doen. Dit kan weg. Kijk even hoe mooi dit is. Dan pak ik weer de donkere bruine matte kleur. En die breng ik aan op de onderste wimperrand. Maar ik breng hem alleen maar aan tot aan het midden. Niet helemaal naar de binnenste ooghoek. En dan pak ik weer deze blauwe kleur hier. En die breng ik dan ook aan op de onderste wimperrand. Maar in de binnenste hoek meer. Jongens, I love it. Ik vind het zo mooi. Dit ging echt goed. Ondanks dat die bruine matte kleur wel een klein beetje vlekkerig is. Vind ik het nog steeds wel een goed paletje. Er is ook wel wat fallout. Vooral die glanzende kleuren zijn echt wowie. Dit is echt prachtig. En alles blenden ook goed. I love it. Ik ben heel blij met de look. We gaan verder met eyeliner. Ik heb hier de Kiko Blue Me Waterproof Eyeliner Duo. En dit is dus een eyeliner met twee verschillende pennen aan beide uiteindes. Oké, let's do this. Ik ga nou deze gebruiken. Kiko komt er vaker uit met dit soort duo eyeliners. Dit is dan weer hoe die eruit ziet. En dit zijn dan de twee kanten. Aan de ene kant heb je gewoon zo'n normale pen. En aan de andere kant heb je deze. Deze is een beetje zo schuin afgesneden. Ook echt heel apart. Ik weet niet waarom je die zou gebruiken. Ik zal ze even allebei swatchen. Dit is het verschil met de twee pennen. Deze hier is dus gewoon een normale lijn. En deze hier is zo meer blokkerig of zo. Meer vierkant. Wel echt super zwart. I love it. Ik ga denk gewoon deze aparte pen gebruiken voor de wing. Misschien kan ik hiermee makkelijker zo een wing maken. En dan de normale pen voor de rest van mijn oog. Oké, jongens, beide wings zijn gemaakt. Wel heel dik geworden. Je kunt niet echt een hele dunne lijn maken hiermee. Als je gaat voor een grote bold eyeliner, dan is deze echt geweldig. Hij is super zwart. Ze brengen ook fijn aan. Ook deze beetje schuin afgesneden kant is ook heel fijn om zo'n hele mooie rechte wing te maken. Ik heb dus hier voor deze wing de schuin afgesneden gebruikt. En hier de normale pen. En ik zie ook dat het hier wat minder strak is dan hier. Dus het heeft echt nut. Dus ik vind hem wel fijn. Dan hebben we ook een nieuwe mascara. Dit is de Kiko Blue. Blue Me 36 Hour Lasting and Volume Effect Mascara. En dit is dan hoe de verpakking eruit ziet. Een beetje zo grijs frosty. Oké jongens, laten we weer kijken. Ben ik de enige die dit allemaal vindt lijken op drakenhuid? Ik denk niet dat het moet voorstellen, maar dat is gewoon wat ik vind. De verpakking is apart. Deze is dus niet blauw. Deze is een beetje frosty. Ik zie wel een beetje een soort van blauwe tint of blauwe gloed hier zo. Zien jullie wat ik zie? Of ben ik gewoon nou aan het dromen? Ik weet niet. Maar ik denk dat ik het zie. Ik heb ook weer een lash lift gehad bij Shani. En ik ben er super blij mee. Dus mijn wimpers staan mooi omhoog. Dus dan kan ik goed deze mascara testen. Oeh, dit is dan hoe die eruit ziet. Ik ben heel benieuwd naar deze mascara. Laten we het gewoon proberen. Ik heb wel echt behoefte aan een goede nieuwe mascara. Want die ik nou allemaal heb zijn allemaal al heel oud en moeten weg eigenlijk. Maar ik denk dat dit er niet wordt. Ik zie het gewoon nu al. Er gebeurt gewoon echt helemaal niks. Wat is dit? Oh wow, er gebeurt echt helemaal niks. Nou, ik was zo enthousiast over deze mascara, maar het is echt helemaal niks. Het doet helemaal niks. Ook niet op de onderste wimpers, terwijl daar zie ik ze altijd gewoon heel goed. Je ziet ze gewoon niet eens zitten gewoon. Wat is dit? Het is echt heel slecht. Het is ook heel
viezig, zo slijmachtig. Kijk, zie je dit? En dit is letterlijk de eerste keer dat ik dit gebruik. En het is al helemaal zo alsof ik hem al maandenlang gebruik of zo. Nee, deze is echt, echt heel slecht. Daar ben ik weer. Ik heb neppe wimpers opgeplakt. Jongens, jullie weten niet hoe moeilijk het is om neppe wimpers op te plakken als je een lash lift hebt gehad. Want mijn echte wimpers zitten gewoon zo zwaar in de weg. Het was echt moeilijk, maar het is gelukt. Deze wimpers zijn echt super mooi en heel lang. I love them. Ze zijn van de Primark in de stijl 773. Oké, mijn hele make-up is nou eigenlijk gewoon basically af. Ik vind deze blauw look echt heel mooi. Nou gaan we verder met het laatste product. Dit is de Kiko Bloomy 3D Effect Lipstick Duo. En dit is dus een lipstick met aan de ene kant een normale lipstick en aan de andere kant een lipbalm. En kijk even hoe apart deze lipstick eruit ziet. Ook weer alsof het een drakenhuid is of zo. Echt heel mooi. Oké, ik heb dus de kleur nummer 02. Het is wel echt heel groot. Het is niet iets wat je gewoon eventjes zo meebrengt in je mini make-up tasje. Wel mensen, ik moest hoesten en nu heb ik traanoogjes. Mensen, als je tranen hebt en je wilt ze niet, dan doe je hoofd ze omhoog. En dan gaan ze gewoon weer zo terug in je oogbal. Oké, in ieder geval. Hij is dus groot, maar het zijn wel dus twee producten. En dat vind ik op zich wel handig, zo 2-in-1. En dan aan de ene kant dus de lipballen en aan de andere kant de lipstick. Je kunt ze gewoon apart aanbrengen of deze lipballen als een soort van lipprimer onder de lipstick. En dat is wat ik vandaag ga doen. Dus ik ga even deze lipballen die ik nou heb eraf halen. En dan ga ik dus eerst deze lipballen gebruiken als lipprimer. Oeh, hij ruikt ook echt heel lekker. Ik weet niet of ik hem echt als zichzelf zou gebruiken. Want het laat ook een beetje zo'n witte waas achter. En het voelt meer aan als lipprimer dan echt een lipbalm. Dus ik zou hem gewoon echt als lipprimer gebruiken alleen. Oké, en dan nou de lipstick. Wel echt een hele mooie kleur. Oh, het voelt echt heerlijk aan. Mensen, jullie hebben echt geen idee hoe fijn en zacht dit aanbrengt. Echt heerlijk. Ook genoeg pigment. Ook echt een hele mooie aparte kleur. Dit is echt mijn favoriete product gewoon tot nu toe. Ik vind het echt, echt fantastisch. En nou mensen, dit was het dan. Wat vinden we van de look? Ik vind de look uiteindelijk echt heel mooi geworden. Ik heb al heel lang niet zo'n blauwe look gemaakt. I love it. Alle producten waren op zich ook wel gewoon goed. Behalve deze mascara. Ik overdrijf niet als ik zeg dat dit de slechtste mascara is die ik in een lange, lange tijd heb gebruikt. Dit paletje was ook echt beter dan verwacht. Jullie hadden gezien hoe negatief ik erover begon. Maar op zich, het is echt een goed paletje. Ik vind het echt heel erg mooi. Deze lipstick is echt fantastisch. Dit is echt, echt fantastisch. Super zacht. En de eyeliner vind ik ook goed. En ik vind het ook allemaal fijn dat het dus allemaal 2-in-1 producten zijn. Dus je betaalt gewoon de prijs voor 1 product, maar je krijgt er 2. Dus dat is wel top. Dus deze 3 raad ik in principe gewoon alle 3 aan. En deze gewoon echt, echt absoluut niet. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Let me know wat jullie van de collectie vinden, van de look. En hebben jullie misschien ook al producten van de collectie? Let me know wat jij ervan vindt. Ik ben heel benieuwd. Ik ben in ieder geval echt heel blij met hoe de look is geworden. Het was geen makkelijke look, maar het is wel gewoon echt goed gegaan. Echt vooral die glanzende kleuren. Wauw. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats er ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!